vandaag of ik voor jullie een mega grote back to school shoplog heb. Het zijn twee rolletjes kaftpapier. Beetje gekke combinatie, maar goed, het kan allemaal lekker zijn. Naast de weekplanner heb ik ook dit mooie notitieboekje. Nu moest ik ze even uit de verpakking halen, want deze kleurtjes zijn weer zo tof. Open deze deskplanner. Nou, ik word hier helemaal vrolijk van. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuw video op mijn kanaal. We zijn op dit moment allemaal lekker aan het genieten van de zomervakantie, want het schooljaar is voorbij. Maar voordat je het weet staat het nieuwe schooljaar alweer op de stoep. En daarvoor heb je natuurlijk hele vette back to school spullen nodig. Daarom heb ik vandaag voor jullie een mega grote back to school shoplog. Heb je nou net zoveel zin als ik om al deze toffe schoolspullen te gaan unboxen? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Vandaag heb ik voor jullie dus een hele toffe back to school shoplog. En in deze doos zit echt zoveel back to school spullen. Het is niet normaal. Ik maak deze back to school shoplog in samenwerking met Hema. Omdat ze hier toch wel de leukste schoolspullen hebben, vind ik zelf. Hema heeft dit jaar echt een hele toffe schoolcollectie. Ik ben namelijk zelf al de winkel in geweest en heb online gekeken. En echt geloof me, voor iedereen zit er wel een toffe schoolcollectie bij. Hema heeft dit jaar weer heel veel verschillende schoolstijlen. En zoals ik net ook al zei, zit er echt voor iedereen een hele toffe stijl bij. En daarom is het thema van Hema dit jaar ook Be You. Dus wees lekker jezelf, doe lekker je ding. Trek je niks aan van reacties van anderen. En dat kan je dus ook heel goed laten zien in jouw schoolstijl. Hema School heeft dit jaar echt 6 hele toffe stijlen. En eigenlijk vind ik ze stiekem allemaal wel een beetje leuk. En ik heb ook van heel veel verschillende stijlen wat besteld op de site. Als eerste stijl hebben ze Shiny Mermaid. Als tweede stijl Camouflage. Als derde stijl Pastel Quote. Dus dat zijn allemaal van die leuke pastelkleurtjes. Als vierde stijl hebben ze Jungle. Dus dat is ook super tof met allemaal dierenprintjes. Als vijfde stijl hebben ze Ethnic. En dit is met allemaal leuke zigzagvormpjes. Allemaal leuke printjes. En als allerlaatste, en dit vind ik een hele toffe stijl, is het Random Happiness. Dus allemaal vrolijke kleurtjes, toffe printjes en echt, ik vind het zo vet. Naast de toffe Hema School collectie hebben ze ook nog 3 hele exclusieve lijnen. De allereerste schoollijn is in samenwerking met Blond Amsterdam. En deze schoolcollectie is exclusief verkrijgbaar bij de Hema. En ik vind zelf Blond Amsterdam heel vet met alle printjes, de tekeningen en gewoon alles bij elkaar. Het is echt een topplaatje en dat is schoolspullen is echt perfect. Als tweede heeft Beautynest dit jaar ook weer een hele toffe schoolcollectie bij de Hema. En tot slot als derde heeft ook Lil Kleine dit jaar een schoolcollectie bij de Hema. Dus heel erg vet. Naast alle toffe schoollijnen die Hema dit jaar gelanceerd heeft, hebben ze nu ook een heel groot assortiment aan tassen. En dan heb ik het wel over tassen die matchen met je schoolspullen. Dus stel jij neemt de schoollijn Shiny Mermaid van Hema School. Dan kan je daarbij ook een super toffe rugzak of een fanny pack shoppen in het thema van Shiny Mermaid. Ik ben helemaal verliefd op de nieuwe schoolcollectie van Hema. Ben je dat nou ook en wil je ook voor het nieuwe schooljaar vast de spullen shoppen? Dat kan via Hema.nl of bij jouw Hema winkel in de buurt. Ik heb alweer een hele tijd lopen praten, maar goed, dat maakt helemaal niks uit. Ik heb inmiddels wel heel veel zin gekregen om deze vet grote en zware doos met allemaal schoolspullen te gaan unboxen met jullie. Ik heb de doos even naast me neergezet op de grond, omdat die best wel een beetje zwaar was. En ik heb hier op mijn telefoon de gehele factuur van alles wat ik besteld heb, zodat ik jullie goed kan laten zien hoe duur alles was en wat ik dus precies gekocht heb. Het eerste wat in de doos zit is een heel groot A4 notitieblok. En ik bestel deze eigenlijk elk jaar, omdat ik hierin altijd mijn samenvattingen maak. Dus stel ik heb een toets, dan maak ik dat hierin. En het handige vind ik ook de tabbladen die je erin hebt, zodat je het dan lekker op kan splitsen per vak. Ik vond deze ook heel erg vet, want dit is echt een overloop van kleurtjes. Hij gaat een beetje van een soort van rozig naar groen toe. En dat is ook hier dan, hier is hij helemaal groen. Maar de tabbladen hebben ook heel vet effect qua kleuren. En ik vind het zelf wel leuk, word er lekker vrolijk van als ik veel kleurtjes heb bij mijn schoolspullen. En deze is ook van een Shiny Mermaid lijn. En ik vind dat een hele toffe lijn bij Hema School. Dus hier heb ik ook extra veel producten van besteld. Omdat ik het gewoon heel leuk vind als het lekker vrolijk en shiny is. Dit notitieblok kostte 3 euro. Het tweede is een etui. En echt, toen ik deze op de website zag, ik heb niet eens 1 seconde getwijfeld. Ik heb hem direct in mijn winkelmandje gedaan. Want het is echt een vet, gave etui. Want als je kijkt, zoals je kan zien, hij is seeing through. En dat vind ik zelf altijd heel erg handig. Omdat ik dan direct vanaf buitenaf kan zien wat er in mijn etui zit.
En ten tweede heeft hij dus echt zo'n mermaid effect. Dat hij in sommig licht is hij groen, dan is hij paars, dan is hij roze. Ik vond dat heel erg vet. Nu heb ik hier een etui. En een etui vullen is best wel handig, want anders heb ik er nog steeds niks aan. En daarom vond ik ook in de Shiny Mermaid lijn hele toffe washi tape. Om bijvoorbeeld mijn boekkaften mee te versieren of een schrift of iets anders. En een hele vette pen met een soort van glitter en dat water en zo. En ik vind dat zo leuk. Dus dit heb ik allemaal bij elkaar gekocht, zodat dit allemaal in de etui kan. Deze pen kostte €1,75. De washi tape €2,75. En de etui €2. Het volgende wat ik gekocht heb is weer in de Shiny Mermaid lijn. En dat zijn als eerste deze A4 schriften. En het zijn er twee. En deze is dus zo, de Salty But Sweet. En de andere is met van die schelpjes. En ik vond beide heel erg tof. En ik vind A4 schriften altijd heel erg fijn. Omdat ik hierin gewoon meer kan schrijven, zeg maar. Dus het is niet zo dat de bladzijde snel voorbij is. Nu vind ik dat bij sommige vakken altijd wel fijn, zoals bij Nederlands of MNO of zo. Dus vandaar dat ik de A4 schrift heb genomen. Dit zijn er dus twee, ze hebben hele vette printjes. En dit setje kostte €2. Het volgende wat ik dan gekocht heb, en voor mensen die naar de brugklas gaan of niet echt goed weten wat ze moeten kopen voor school. Koop snelhechters. Echt, het is mijn beste tip denk ik voor het gehele schooljaar. Tot 2 jaar geleden gebruikte ik zelf echt nooit snelhechters. Want ik had echt zoiets van, ja weet je, dat is echt zo'n onzin ding. Waarom zou ik dat nou weer gebruiken? Maar echt, het is zo handig om te gebruiken. Het is niet alleen handig als je een groot werkstuk moet inleveren of een project. Maar het is ook heel handig voor losse papieren die je krijgt. Want bij sommige vakken krijg je best veel losse papieren. Die je dan moet bewaren. En ik heb die afgelopen jaar gewoon in een snelhechter gedaan. En dan heb je alles super handig bij elkaar. Je zet dan gewoon op de dingetje bijvoorbeeld Nederlands, Engels of iets anders. Welk vak het ook maar is. En dan leg je dat gewoon in je kast. En dan kan je huppeteer er zo bij. Heb je alles gewoon goed in één mapje. Nu moest ik ze even uit de verpakking halen. Want deze kleurtjes zijn weer zo tof. Dit is ook van de Shiny Mermaid lijn. En ze hebben dan deze, de groene met overgang naar paars. De paars met overgang naar roze. En dan de roze met overgang naar oranje. En je hebt dan in totaal dus 6. En dit hele setje bij elkaar kostte maar €2. Het volgende wat ik dan gekocht heb zijn 2 rolletjes kafpapier. En ik gebruikte eerder altijd rekbare boekkaften. Maar ik merk dat ik uiteindelijk zelf kaften toch wel heel erg leuk vind. Want ik vind het heel erg leuk om dat lekker te versieren met bijvoorbeeld de washi tapejes of leuke etiketjes. En ik vind het eigenlijk wel heel tof om mijn boeken dan een beetje zelf te designen. Ik heb daarom 2 hele leuke printjes gekozen. Of nou ja, deze is niet helemaal print, maar deze gaat ook van roze naar groen. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. En ik heb er eentje met een ja, schelpenprintje. En deze zijn dus ook weer van de Shiny Mermaid lijn. Met deze 2 rolletjes ga ik dus lekker mijn boekenkaften dit jaar. En dit rolletje kostte €0,75. En deze €1,25. De volgende items zijn van de HEMA School Line en dan de pastel quotes. En ik vind pastel altijd heel erg tof, omdat ik de kleurtje heel erg leuk vind. Maar ik vind ook gewoon het design van deze schoolspullen echt heel erg leuk. Want het past heel erg bij mijn stijl. En het is wat chiquer, het is wat leuker. En ik hou daar gewoon heel erg veel van. Het eerste wat ik van de pastel quotes lijn besteld heb, je kon het net al even zien, zijn deze 2-packs schriften. En deze zijn ook weer in A4 formaat. Dus daar kan ik lekker veel in schrijven. Als eerst hebben we dit 2-pack. En hier zitten dus ook weer 2 schriften. En deze zijn gelineerd. Dus dit is gewoon met lijntjes. En die kan ik voor heel veel vakken gebruiken. Geschiedenis, MNO, economie eventueel. Je kan het eigenlijk gewoon voor heel veel vakken gebruiken. Op dit schrift staat Love, Love, Learn. En op de andere staan een soort van, ja, een kruisjespatroontje. Dat vond ik ook heel erg vet. Dan de tweede 2-pack A4 schriften. En deze zijn niet gelineerd. Maar dit is ruitjes, dus het is heel erg handig voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Je moet het even navragen op school wat de docenten liever hebben. Want sommige docenten hebben bij scheikunde zoiets van, nou, doe maar gelineerd. En sommigen zeggen ruitjes. Dus dat kan je altijd even navragen, maar ik vind geruit dan altijd fijner. En ik vond deze zo vet. Hier staat op Occupy en ik vind het wel gewoon een beetje zo'n leuk tekstje gewoon op je schoolschrift. En ik vond de babyblauw heel erg leuk in combinatie dan met de gouden lijntjes van het hartje. En de andere is lekker basic met lichtroze en stipjes. En jullie kunnen het niet helemaal goed zien. Maar dit is gewoon lekker een basic kleurtje. En deze 2-pack schriften kosten €2. De volgende items die ik gekocht heb zijn ook weer van de pastel quotes lijn. En dit zijn dingen die ik zelf altijd heel erg handig vind om te kopen. En ik koop dit ook elk jaar weer opnieuw. Omdat ik deze dingetjes altijd heel veel gebruik in mijn toetsweken. En nu zeg ik deze dingetjes. Maar wat het zijn is als eerste een weekplanner. En hierop staat maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan staat hier to-do-listje en hier notes. En dat kan je dus voor elke week gebruiken. En dan kan je gewoon zo weer dat papiertje afscheuren als de week voorbij is.
En dan kan je weer opnieuw beginnen, want er zitten heel veel weken aan. Dus je kan lekker lang vooruit. Ik heb de weekplanner even opengemaakt, omdat jullie dan beter konden zien hoe het in elkaar zit. Maar je hebt dus echt heel veel verschillende pagina's voor elke week eentje. En het leuke is, deze is lichtblauw. Maar de volgende pagina is dan weer lichtroze met stippeltjes. En die daarna is dan weer blauw. En die daarna is dan weer lichtroze. Dus je hebt dan om de week zeg maar even weer een ander leuk kleurtje. Behalve dat ik dit heel erg leuk vind om gewoon op mijn bureau te leggen. Ziet er lekker organized uit. En is gewoon een leuke toevoeging. Is het ook echt super handig en raad ik het jullie allemaal aan. Naast de weekplanner heb ik ook dit mooie notitieboekje gekocht in een A5 formaat. Dus deze is wat kleiner. En het handige is, er zit een hele handige bladwijzer in. En er zit een mooi hoesje omheen. En hier zit dan ook weer zo'n vakje waarin je ook nog papiertjes kan doen. En zo'n boekje heb ik eigenlijk elk jaar weer om bijvoorbeeld mijn cijfers in te schrijven. Of om in te zetten wat ik moet halen op een bepaald vak. Om voldoende te staan of om het naar een 7 te halen of iets in die richting. Ik vind zo'n boekje altijd heel erg handig om hier gewoon mijn toetsen en zo in te zetten. Want zo'n weekplanner ligt dan meestal op mijn bureau. En deze heb ik eigenlijk altijd in mijn tas. Dus die zet ik gewoon altijd heel veel dingetjes in die belangrijk zijn. Of die ik op sommige momenten nodig heb. Het notitieboekje kostte 3 euro. En de weekplanner kostte ook 3 euro. Zoals ik net al zei, vind ik zelf decoreren van boeken altijd heel erg leuk. Door middel van washi tape en etiketjes. En ik heb nog een etiket laten zien. Maar die heb ik hier, want die heb ik dus ook besteld. En deze komen ook uit de Pastel Quotes collectie. En ik vind deze heel erg leuk. Want hierop staat You're Lovely, Love Rules, Olala. Ik wou zeggen Olala, maar er staat Olala. En hier ook bij. En dit matcht dan ook weer met de schriften en zo. En ik vind dat gewoon heel erg tof. Daarom heb ik ook 20 etiketjes besteld. En deze kostte maar 1 euro. Zoals ik jullie vertelde, had Hema dit jaar ook een schoollijn in samenwerking met Blond Amsterdam. En ik ben stiekem een beetje fan van Blond Amsterdam of zo. In ieder geval, ik vind de printjes gewoon heel leuk. En ik vind de tekening, ik vind gewoon alles bij elkaar echt een perfect plaatje. Nu dat ook in de schoolcollectie was bij Hema, kon ik het eigenlijk niet laten om er ook nog wat van te bestellen. Nu liet ik jullie net al de weekplanner zien van de Pastel Quote collectie. En hierop schrijf ik dus echt al mijn toetsen en mijn huiswerk. Maar daarnaast heb ik nu ook een deskplanner besteld van Blond Amsterdam dus. En hierop schrijf ik eigenlijk alles wat ik heb, zeg maar. Dus de weekplanner is echt school. En hierop schrijf ik ook wel belangrijke toetsen en toetsweken. Maar hier zet ik ook mijn planning van mijn video's. Afspraken die ik heb en ik niet moet vergeten. Dus eigenlijk is deze een beetje van alles en ook van school. En gebruik ik deze echt puur voor huiswerk en toetsen. En dit is precies de reden waarom ik Blond Amsterdam zo leuk vind. Want als je dit opent, deze deskplanner, nou, ik word hier helemaal vrolijk van. En ik kan hier dus ook heel veel bij schrijven. Hier schrijf ik dan dus ook als ik bijvoorbeeld op zaterdag een video upload en ik wil die op woensdag gaan opnemen, dan zet ik dat ook neer. Zodat ik dat gewoon makkelijk kan plannen en ik eigenlijk hier een overzicht van alles heb. Deze deskplanner kostte 10 euro en ik ben er echt super blij mee. Nu heb ik ook nog een pennenbakje besteld voor op mijn bureau. Want mijn andere pennenbakje was kapot. En ik had zoiets van, nou, ik moet toch een nieuwe. En ik vond deze heel erg vet. Omdat hij ook weer dat shiny mermaid effect heeft van de collectie. Dit pennenbakje kostte 7,50 euro. Nu moet dat pennenbakje natuurlijk ook gevuld worden. En daarom heb ik er even wat dingetjes bij gehaald. Die wel handig zijn voor in mijn schooletui. Maar ook gewoon in mijn pennenbakje op mijn bureau. Als eerste weer gewoon de basic potloodgum van de Hema. En deze was 50 cent. Dan heb ik deze markers gehaald. En ik vind ze er heel vet uitzien. En deze ga ik sowieso in mijn etui doen. Want dat is heel erg leuk dat je dit dan zo daardoor heen ziet en zo. Ik vind dat helemaal leuk. En deze markers kosten 1,50 euro. En die gaan dus lekker in mijn etui. En dan tot slot heb ik gewoon weer de basic dingetjes gehaald. Die ik eigenlijk elk jaar wel even voor erbij haal. En dat is als eerste 24 keer de balpennen. In groen, blauw, zwart en rood. Dus dan heb je gewoon weer alle kleurtjes bij elkaar. Doe ik van elke kleur eentje in mijn etui. En voilà. En dan heb ik nog een nieuw setje potloden. Voor als ik iets moet tekenen op school. Dan is een potlood gewoon altijd even handig. Dit balpennen setje van 24 stuks was 3 euro. En deze was 1 euro. Dan ben ik inmiddels door alle schoolproducten heen. En ik vond het ontzettend leuk om dit te unboxen. Ik ben nog steeds super blij met alle schoolspullen die ik alvast geshopt heb voor mijn volgende schooljaar. Alle schoolproducten die ik in deze video heb laten zien zijn exclusief verkrijgbaar bij alle Hema winkels en op Hema.nl. Moet je dus nog jouw schoolspullen bestellen, dan raad ik je echt heel erg aan om dit bij Hema te doen. Omdat ze dus zoveel verschillende lijnen hebben dat er echt voor iedereen wel wat tussen zit. Wil je dus jouw schoolspullen bij Hema bestellen of wil je lekker naar de winkel toe, dan kan dat. Want je kan gewoon naar elke Hema winkel toe gaan of je kan het bestellen via Hema.nl.
Nu heb ik een speciaal linkje voor jullie waardoor je niet eerst helemaal naar de site hoeft. Maar je gewoon direct naar de kantoor en schoolartikelen kan. En je gewoon direct bij alle schoolspullen terechtkomt. Dat linkje zal ik voor jullie even in de beschrijving zetten. Ik vond het heel erg leuk om deze video op te nemen en alles met jullie te unboxen. En vond je het leuk om deze video te kijken? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!